Dat zijn we. Kom maar iemand wel tegen en Dirk had mijn gokje. Ze bleef hangen. Deze zijn ik vast, want nu moet ik even sprak een jonge vogel, die is een jaar. Maar die heeft nog wel eens de neiging om weg te vliegen. Oh, ja. Dus ze moet altijd zijn voorwiek. De Nederlandse buizerd, dat is eigenlijk een luie vogel, die gaat ergens zitten en die wacht een paar uur. En dan vliegt hij weer verder en dan kijkt hij of er ergens in de buurt een konijn of wat aangereden wordt, dat hij wat te eten heeft. En in principe is een Nederlandse buizerd een luie vogel. En dit is echt een jachtvogel. Pippen! Hij heeft hier voor mij gevlogen en dan krijg je een beloning, dan krijg je een kuiken. Dan kan je zien wat hij doet. Hup! Zoeken te veel. Zoeken te veel. Zoeken te veel. Pijl. En dan. Zo! En in zin? Nee. Hey, daar een keer rolletje in de rekening. Nee, dat is rijden. Hey, Slopo. Ik heb er nu eens een muur geweest in het Dat is moeilijk. Als je weet dat moeilijk is, dan wordt het steeds makkelijker. Heb je daar wel een talent voor om mooie dingen te maken? Dat kan zijn de inrichting van een kamer, maar dat kan ook een creatieve activiteit zijn. Ja, ja. Dan zie ik, u laat me eerst deze kant omgaan. Dan kun je het juist wel gebruiken als een goede eigenschap. Mensen die een beetje onzeker zijn, die gaan meestal van tevoren boven. Die zit hier ook. Nee, dit is Sorry, dat is wel leuk. Moeten we eens een nieuw huis kopen? Is het wel Brug de Ver of nee? Ja, dat kun je ook. Ja. Het is antiek. Ja. Het is keurig en kutsch. Stoothoorn. Lekker de zon erop. En dan is het daar nog lekker. Ja. En dan doen we daar vaak eten. Ja. In de zomer als het echt heet is. Ja. Dan hebben ze, zeg maar, de kracht. Zal ik nou, hè? Dat zal nog steeds. Nee! Hoe is dat? Die gevoelige handen, daar moet je mee opletten. Want als je te veel doet voor anderen, dan loop je er zelf een beetje op leeg. Dan zit hier je hoofdlijn. Nou, die maakt je hand eigenlijk bijna helemaal door midden, hè? Dat is aan beide kanten. Het duidt erop dat er heel veel gevoel in zit. Ook hier zie je heel veel inspanningslijnen op de maan. En de maan staat ook voor je intuïtie. Doe je iets met dat gevoel, met die gevoeligheid, met die... Hé, hé, hé. Hé, hé.
Drie kamer. Ja, dat dacht ik. Je mag dan een gaatje heen. En dan moet hem zo ver uithalen dat je dat nachtje bij je oog hebt. Ja, je moet vrij. Ja, goed. Is dat reik? Vult de gevoel. Hier een pionke. Nou, dit moet een keer.